Welkom bij RTV Actueel. Het gaat vandaag over een serieuze zaak. Want de kranten stonden er vol van, is iets te overdreven. Maar het gaat over het volgende. Strijd over thuisschool Bunschoter. Mag een strenggelovige Spakenburger zijn kinderen van school houden? Die vraag kwam aan de orde tijdens de zitting van de Utrechtse bestuursrechten. Het gaat over Henk Koelewijn. In de Bunschoter stond van 6 december nader overleg in zaak De Voeger. Zal de gemeente blijven gedogen dat Spakenburger Henk Koelewijn alias De Voeger zijn kinderen van school houdt, omdat er geen middelbare scholen zijn die overeenkomen met zijn levensovertuiging? Die vraag stond dinsdag, dus voor 6 december, centraal tijdens de zitting van de Utrechtse bestuursrechter. Henk Koelewijn zit hier aan tafel en we willen weten wat er precies aan de hand is. Henk, goedemiddag. Ik heb al even gezegd, het gaat over dat gedogen. Jij houdt je kinderen thuis zodat je dat ze niet naar school kunnen. Eigenlijk is dat het punt. Wat was nou de aanleiding om de rechter te verzoeken er een zaak van te maken? Nou, dat ging over het gedoogbeleid en daar zaten onregelmatigheden in. Die heeft Peter van Zuidam eruit gehaald. Die is ook bij de rechtbank geweest. Dat is je advocaat, hè, Peter van Zuidam? Ja. Die heeft dat in behandeling gehad. De gemeente is van tevoren daarmee op de hoogte gesteld. Er is ook een vergaderingetje geweest. En die onregelmatigheden hebben ze ook wel gezien. En daar hadden ze natuurlijk niet zoveel puf voor. Dus hebben ze het gedoogbeleid ingetrokken, zodat ze daar niet door de rechter op hun vingers voor getikt konden worden. Ja, even over dat inhoudelijke deel. Gedoogbeleid, dat kennen we, zodat jij je kinderen thuis school kunt geven, zeg maar. Maar wat waren nou die onrechtmatigheden? Ja, die heeft Peter allemaal uit die brieven vandaan gehaald. Wat het helemaal precies was, daar heb ik me eigenlijk helemaal niet zoveel mee bemoeid. Maar wat ik wel belangrijk vind, het gedoogbeleid is op valse gronden naar voren gekomen toen de tijd met wethouder Menno Nagel. Ja. En ik heb verder ook nooit een gedoogbeleid aangevraagd. Ik heb altijd vrijstelling gevraagd voor mijn kinderen. Omdat ik overwegende bezwaren daartegen heb. Ze noemen het nu overwegende bedenkingen. Maar daar zit op zich geen verschil in die naam. Nee. We weten natuurlijk allemaal, dat hebben we ook in onze vorige gesprekken besproken. Je houdt je kinderen thuis op voor middelbaar onderwijs. In ieder geval voor middelbaar onderwijs. Omdat, laten we daar eens even iets verder op ingaan. Waarom hou jij je kinderen thuis? Je hebt er al iets van gezegd, maar even een beetje meer tot de kern. Ja, voor de duidelijkheid eventjes. Het gaat eigenlijk om een richtingsbezwaar. Dat is eigenlijk het punt waar het om gaat. Nou, dat richtingsbezwaar heeft de gemeente al lang erkend in een andere zaak. Alleen hierin zeggen ze, bijvoorbeeld de Ebenezer school waar mijn kinderen op zitten, en de Lodestein, dat zijn twee reformatorische scholen, dus is het dezelfde richting. Maar in een voorgaande zaak is de Ebenezer school te sprake gekomen met een andere reformatorische school. En dat ging over iets andere dingen. En toen hebben ze duidelijk erkend dat er een richtingsbezwaar was. Ja. Nou, dat richtingsbezwaar zit hier ook duidelijk in, want dat ligt in de statuten vastgelegd van de scholen. De Ebenezer school heeft totaal andere statuten als de Lodestein school. Die komen niet met elkaar overeen. Ja. En vandaar dat het richtingsbezwaar duidelijk aanwezig is. Ja, ja. Begrijp ik dan goed dat als het gaat over dat leerplichtwet, hè, maar daar wordt dat richting in genoemd, dat het al erkend is, dat je al eigenlijk dat gedeelte achter de rug hebt? Ja, natuurlijk. Ik heb ook 10 jaar lang die vrijstelling van de gemeente gehad. Alleen Menno Nagel die dacht dat hij daar een stokje voor moest steken. En die heeft allerlei dingen bij elkaar gezocht om dat in elkaar te laten draaien. Maar dat is allemaal secundair. Het gaat primair om het richtingsbezwaar. En dat is duidelijk aanwezig. Waarom heb je er niet eerder een zaak ervan gemaakt dat ze dat gedogen, dat op los zand was, maar dat jouw richting al erkend was? Nou, je hebt alles even moeten voorbereiden en al die toestanden die je meegemaakt hebt, die ga je echt niet in je koude kleren zitten. Want wat gemeenten over ons heen het laten komen, is echt buiten proporties. Ja. Oké, daar gaan we zo nog wel even over hebben.
uiteindelijk beslis jij samen met je advocaat Peter van Zuidam om er een zitting voor aan te vragen bij de Utrechtse bestuursrechter. Dan moet de gemeente zich ook voorbereiden. Je zei net al, van we hebben al van tevoren even een kort gesprek gehad samen met wethouder Bert Koops. Daar heb ik trouwens nog niks van gehoord, nee? Van dat gesprek. Even, daar zouden we wel een antwoord op krijgen. Ja, eventjes, was dat jouw initiatief om de wethouder te benaderen? Peter heeft dat... je advocaat? Ja, die heeft dat gedoogbeleid aangegeven dat daar, hoe heet dat erin zitten, onregelmatigheden. Nou, die heeft de gemeente meegenomen in dat gesprek wat we gehad hebben. Nou ja, daar kunnen ze op zich niks mee, want het staat gewoon zwart op wit. Dus zeggen ze, hoe komen we daar vanaf? Dat is gewoon het gedoogbeleid intrekken. En dan kan de rechter daar niks meer over beslissen. En dan is dat klaar. Is dat dan een nieuwsfeit dat ze het hebben ingetrokken omdat ze nattigheid voelden? Omdat jouw advocaat daar bovenop zat, zeg maar, precies kon aanvoelen van waar er formele fouten zijn gemaakt. En wanneer heb je dat gehoord, omdat ze dat hebben ingetrokken, de gedoogconstructie? Nou, ik heb dat verder niet gehoord. Dat hebben ze met Peter verder doorgesproken. Maar het is na het gesprek geweest wat wij met ze gehad hebben. En het is ook het advies geweest van dat bestuur hier in Bunschoten, ja. Naar de gemeente toe. Ja. Dus eigenlijk is de zaak opgelost, toch? Ja, wat mij betreft wel. In de krant schrijven ze nu dat er voor de vrijstelling naar de andere rechter moet. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om een bestuurszaak. Maar dan is het toch een eenvoudige zaak. Ze hebben het gedoogbeleid ingetrokken. Ze gaan er niet meer verder, omdat jullie aangegeven hebben, er zitten een aantal onvolkomenheden, onregelmatigheden in. Daar voelden zij waarschijnlijk nattigheid dat ze dat niet overeind konden houden. Dus er ligt er nog een richtingserkenning. Wat zit er nog in de weg dan? Ja, naar mijn mening helemaal niks, want die richting moeten ze ook erkennen. Alleen dat willen ze niet. Daar hebben ze intern problemen over. Maar als dat een uitspraak is geweest van een rechtbank, dan moet je dat toch aannemen als waar? Ja, natuurlijk. En het is zo eenvoudig als 1 en 1 2 is. Ja, ze moeten gewoon de wet handhaven. En dat richting bezwaar dat lichter. Daar kunnen ze niet omheen. Waarom, wat zit er nu nog knel dan? En eventjes van wanneer was dat, die erkenning van die richtingsbezwaren? Nou, die is er al tientallen jaren. Oh, en daar heb je ook zwart op wit? Ja, maar dus al vanaf 1953 is dat richtingsbezwaren. Nou, moet ik even rekenen, Henk. Is dat dan een situatie die op jou van toepassing was of een wat algemener bezwaar? Nou, maar dat heeft ook te maken met de kerkverbanden. En met de scholen die in die kerkverbanden zitten. En anders worden ze niet erkend door de overheid als er geen verschil in richting is. Dus dan gebeuren ze geen subsidie, niks. Want ze zeggen, dan voeg je eigenlijk maar bij die andere kerk. Dat is hetzelfde. Nou, je hebt reformatorische kerken, maar die worden onderverdeeld in allerlei richtingen. En daar zijn natuurlijk heel veel jurisprudentie over. En dat komt in de statuten van de school terug. Dus door de statuten van de scholen te vergelijken, kan je zien dat er een richtingsbezwaar is. Okay. Nou, en dat is zo duidelijk als 1 en 1 2 is. Daar hoef je helemaal niet over te discussiëren. Nou, dan kunnen we nu het gesprek wel eindigen, want dan is het de zet aan van de burgemeester, of althans van de wethouder, om jou een vrijstelling te geven. Of althans te erkennen dat je inderdaad dat richtingsbezwaar hebt, die leerplichtwet. Ja. Dat is zo klaar als een klontje, maar ze gaan zelf een pad op als in 2005. En dan gaan ze je van allerlei dingen beschuldigen die eigenlijk niks met leerplicht te maken hebben. Ze gaan een heel andere weg in om je in discrediet te brengen. En daar wil ik ook wel het een en ander even van zeggen. En waar gaat het dan over? Want we hebben nu een bepaalde fase. Jij hoeft dan ook niet meer te reageren zoals in de Bunschoten staat. Nader overleg zaak de voeger. Want het ei is al gelegd. De gedoogbeslissing is ingetrokken. Ja. En jij hebt een brief, of een thans notulen, of wat dan ook, dat je erkent. Toen nog overwegende bedenkingen erkend zijn als richting, als geloofsrichting. Nou, dan is daar eigenlijk rond. Ja, voor de gemeente moet het heel makkelijk wezen. Maar dat is iets wat ze niet over hun hart kunnen verkrijgen. En dan kom je in een andere weg terecht, die Menno Nagel destijds gevolgd heeft.
En dat zijn niet zulke hele plezierige dingen. Nou, dat is natuurlijk toch wel interessant. Althans boeiend, ook voor de mensen die het allemaal willen volgen. Waar gaat dat dan over? Hoe kwetsend is dat naar jou of naar jouw gezin? Ja, ik heb ze even opgeschreven. Ik zal even kijken, ik heb een paar punten gemaakt. In de vorige uitzending hebben we al een keer zo'n brief getoond, waarin de gemeente mij van allerlei dingen komt te beschuldigen die helemaal niet waar zijn. Ik heb ze weerlegd en ze worden gewoon in de prullenbak gegooid, want ze worden niet gehonoreerd, want het komt hun niet uit die dingen, want anders kunnen ze hun zin niet doordrukken. En dat... Ja, wat is dan hun zin doordrukken? Ik bedoel, er liggen een aantal klare feiten, de gedoogbeslissing is ingetrokken, de richtingsbezwaring is er. Nee, dat is even over 2005, is dan even wat anders. Ze hebben toen de jeugdzorg ingeschakeld. En die hun bedoeling was, die kinderen onder toezicht te stellen. Nou, daar werkte ik niet aan mee. Nou, de volgende stap was dan een uithuisplaatsing. Maar die kinderen wouden daar ook niet aan meewerken. Nou, en dan kom je in een fase terecht dat ze zeggen, dan moeten die kinderen naar een gesloten inrichting waar ze geen onderwijs ontvangen. En als ze 18 jaar zijn, dan kunnen ze losgelaten worden. Oh. Nou, dat is een schrikbarend iets. Dat hoort thuis in de middeleeuwen. Ja. Zulke dingen. Ik heb een team van de arbeidsinspectie thuis gehad, omdat mijn kinderen zware lichamelijke arbeid zouden moesten verrichten. Nou, bij iedereen is het normaal dat de kinderen gewoon meehelpen en dat ze kopjes wassen en dat soort dingen. Ik heb een gesprek toen met dat team gehad en dat mens dat was zo ontzaggelijk kwaad op de gemeente. Dat was niet normaal, dat had ze van haar leven nooit meegemaakt. Ze is ook op hoge poten naar het gemeentehuis gegaan of ze daar een klein beetje van de lotje getikt waren. Ze heeft een brief geschreven naar de gemeente waar de honden geen brood van lusten. Dat ze voor zo'n karretje gespannen werd, maar die mocht ze van de baas niet versturen. Dat was veel te erg, dan kwam de gemeente in diskrediet. Oh. Maar waarom is dit allemaal nodig? Ik bedoel, de problemen zijn door de wereld uit. Ja, tuurlijk. Maar Menno wou zijn zin doordrijven. Hij zegt, ik ga gewoon zorgen dat die kinderen naar school gaan. Ja. En ik geef gewoon geen vrijstelling. Maar dat doet het niet zomaar. Dat doet het niet even vanaf de bank voor de open haard. Die zegt, ik zal Henk de Voeger eens even dwars zitten. Nou, hij heeft ook een brief geschreven naar jeugdzorg in Utrecht. Volgens mij via het ministerie, wat ik begreep van die directeur. Nou, die was ook zo woedend dat hij mijn gezin op voorhand moest gaan behandelen. In opdracht via Menno. Ja. Die mensen waren echt... ontzaggelijk boos dat ze zo misbruikt werden. Ja, ja. Of worden ze jou het huis uit gemapt? Dat je zegt, nee, van wat heb je hier te zoeken? Ik heb gewoon met iedereen een normaal gesprek gehad. Ja, ja. Ja, Henk, wat is nu de volgende stap? Ik bedoel, alles ligt open, er wordt iedere keer geroepen, er komt de volgende stap. Is hiermee de kaars uit? De kaars uit? Als je dan kijkt, als ik zie dat er bij mij een rapport van de GGD ligt... waarin staat dat de kinderen blijvende gezondheidsschade oplopen, wordt gewoon door de gemeente in de prullenbak gegooid, want het interesseert ze helemaal niks. Nou, dan ga je van mij veel te ver. Een gemeente die dit soort dingen doet, die als een vader over een... De burgemeester wordt niet voor niets de burgervader genoemd. Nou, ik vind zo iemand die moet dus uit de ouderlijke macht ontzeggen. Ja, ja, ja. Dat hoort bij de kinderbeulen van Bunschoten. Ja, dat zijn jouw woorden, Henk. Ja, tuurlijk. Als het goed is, hebben ze ieder zo ervaren, net zo lief als een ander. Nou, ik zie van niet, want ik kan het op papier vastleggen. Daar staat het allemaal in. Nu we toch een beetje in het laatste deel van het gesprek zijn, Henk. Ben jij zelf ook niet eigenlijk een beetje een moeilijk mannetje? Oh, dat vinden ze iedereen wel een beetje. Ja, maar dat geeft op zich niks. Ik zeg hoe ik erover denk. En als er in de wet staat dat daar een mogelijkheid voor is, moeten ze hem toepassen. Ja. Zo eenvoudig is dat. En willen ze hem niet toepassen, ja, dan krijg je gewoon problemen. Ja. En dan krijg je allerlei hulpverleners over de vloer die, als het goed is, het beste voor het kind voor hebben. Maar dat deel jij niet helemaal. Natuurlijk niet. Als je zulke wegen bewandelt, ga je niet het beste van het kind voor, dan probeer je ze weg te trappen. Ja. Als ik het laatste dingetje neem van
hoe heet dat, die leerplichtambtenaar. Ja. Wij hebben begin van het schooljaar afgesproken dat er ook in augustus een evaluatiegesprek zou wezen. Om dat gedoog, met het gedoog aan het ja, op te maken? Ja, nou, om dat jaar af te ronden. Ze heeft gewoon gezegd dat gedoog heet dat is ingetrokken en ik wil een evaluatiegesprek wil ik gewoon niet hebben. Oh. Nou, van mij mag ze gewoon komen en we kunnen een gesprek gewoon hebben. En ze kan gewoon zien wat de jongens en meiden op school doen. Je krijgt het boekenpakket krijg je thuis. Dat, daarin ga je je studie maken, je gaat je huiswerk maken. Het huiswerk stuur je op naar een leraar. Die van diverse personen dat werk allemaal nakijkt, corrigeert. En mocht je ergens niet uitkomen, dan kan je dat via de telefoon vragen. En dan krijg je daar ook antwoord op. En ze kunt natuurlijk ook aan ons zelf vragen. Nou, en uiteindelijk als je het hele pakket doorgelopen hebt, dan moet je voor december. Dan stuur je, of dan doe je een aanvraag om examen te doen voor de vakken waarvan je mee klaar bent. Daar krijg je dan een uitnodiging voor om het examen te doen. Dan moet je dat geld moet je overmaken voor 31 december of 1 januari, weet ik veel. En dan word je opgeroepen naar een locatie waar je examen moet doen. Ja, ja. Nu werd er ook wel gedacht en geschreven dat jij zelf les geeft. Hoe zit het daarmee? Ja, dat doe je ook. Er zijn dingen die moeten natuurlijk wat beter uitgelegd worden. En als ze daar niet goed hun huiswerk in kunnen maken, dan doe je dat eerst zelf. En zijn er dan nog punten waar ze helemaal niet uit kunnen komen, dan geef je dat aan zo'n leraar die op afstand is. Oh, dus je bent zelf ook een halve leraar? Ja, je moet overal wel wat van afweten, ja, ja. Want anders komt het niet goed. Nee, dus voor alle duidelijkheid, ze volgen dezelfde lessen. Zij deed via de post, zeg maar. Je stuurt het op naar de post. En voor de rest werken ze bij jou. Want we hebben net filmpje gezien ook wel uit de viszaak. Daartussendoor of 's avonds of 's zaterdags doen ze hun huiswerk. Ja, nou, maar dat doen ze ook overdag werken ze aan dat huiswerk. Want dat doen ze meestal een uurtje of drie per dag of vier. Net een beetje wat er precies gebeuren moet. Okay. En dat bewaak jij, dat ze netjes insturen, postzegeltje erop en dan... Ja. Ja, want uiteindelijk, en dat vond ik wel goed dat je dat in ieder geval tegen mij zei, dat ondanks dat ik ze thuis houd en ze zelf onderwijs geeft of laat geven, doen ze wel mee met het staatsexamen, zodat ze een gelijk examen doen als de andere kinderen op school. Ja, ze doen exact hetzelfde examen. Alleen hun doen het per vak. Ja. Nou, dat mag. En moeten ze daar dan ook voor naar een zaal of doen ze dat thuis? Ja, dan doen ze ook gewoon op dezelfde, op een school, dat kan in Amersfoort, dat kan in Arnhem. Weet ik veel, dan op een gegeven moment krijg je een oproep waar je naartoe moet. Ja. En dan zit je in een klas en dan moet je examen doen. Het is gewoon een staatsexamen, wat de scholen ook geven. Oké. Okay. Ja, nou is het alleen nog zo van, waar ligt nou de bal? Wat wil jij nog van de gemeente? Je hebt net een aantal dingen geroepen waarvan je zegt van nou, dat bevalt me niet, maar er liggen een aantal concrete zaken nu. Tenminste, als ik jou moet geloven. Ik heb niet de richtingsbezwaar, de brief gezien, hoef ik ook niet, daar geloof ik jou in. Dus, wat is er verder nog? Waar ligt de bal? Wie moet een stap zetten? Ja, daar hoef je mensen een stap te zetten. Want als het later zoals het is, dan mag de gemeente bij mij gewoon komen kijken hoe als het gaat. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Het gaat eigenlijk om een formeel iets, anders niks. Wezenlijk verandert er helemaal niks. Nee, het is ook niet zo dat jij strafbaar bent omdat je je kinderen thuis houdt, want formeel moeten kinderen op gezette tijden naar school, dat staat ook zo in de leerplichtwet. Ja, jij houdt je kinderen thuis, alleen je hebt die richtingsvrijstelling. Ja. Nou, dat is in de wet geregeld en dat moet gewoon toegepast worden. Voor de rest niks. Nou. Wat blijft er dan over van de stukken in de Gooi Nederlander en in de Bunschoter? Voor mij blijft er helemaal niks over. Het is zo eenvoudig als het maar kan. Ze moeten gewoon toepassen en voor de rest niks. Het richtingsbezwaar, wat moeten ze dan sturen naar jou? Een brief van oké, je bent erkend. Ze hoeven helemaal niks te doen. Als we het zo laten rusten en mevrouw Gerritsen zegt, Koelewijn, ik wil weer op gesprek komen. Dan is dat prima, je bent welkom. Ja, ja. En dan is alles gewoon goed geregeld. Dan voldoe je aan de ontheffingen of dan richtingsbezwaar van de leerplichtwet. Als de gemeente zegt, we gaan er niet mee akkoord, dan gaan ze een procesverbaal opmaken. Nou, dan wordt er door de gemeente de boel weer in gang gezet.
Ja, want er komt een leerplichtambtenaar, die heeft ook zijn opzorgsbevoegdheid. Op basis van de leerplichtwet zegt hij, je moet de kinderen niet thuis houden, maar op school. Kort gezegd. Ja. Nou, en dat gaat over een pennenstreek. Anders nergens over, want er verandert helemaal niks. Nee. En nogmaals, je hebt het beste voor met je kinderen, dat snap ik. Die gaan ook, die voldoen aan het onderwijs, die doen pakketten, die leren Spaans, Nederlands, weet ik veel, rekenen en taal. En ze doen uiteindelijk examen zoals alle andere kinderen. Ja, dat doen ze. Alleen de gemeente vindt van niet, als ze daar werk van gaan maken. Ja, dus de gemeente, hun actie zou nog kunnen zijn, de leerplichtambtenaar toe en procesverbaal, omdat de leerplichtwet niet wordt gehandhaafd. Ja, en als het dan om het belang van het kind gaat, nou, dan denk ik dat de gemeente echt verder weg kwijt is. Ja. Er zijn er ook mensen, en nu ik jou zo spreek, zeg van, hij duwt wel erg zijn eigen richting door. Hoe vind je zo'n opmerking? Hoe lijkt je dat? Dat mogen ze ook gerust zeggen. Ja. Je moet ook je eigen richting doorgaan, want anders dan verdwijn je. Weet je of er in het dorp nog meer richtingserkenden zijn? Of ben jij daar uniek of alleen? Zover ik weet, hier in het dorp niet, maar in Nederland zijn er toch wel ongeveer 400. Oké. Okay. En die hebben ook richtingserkenning gekregen? De vrijstelling? Sommigen wel en sommigen niet. En Peter van Zuidam die behandelt al die gevallen, want die heeft daar een stichting voor. Oké. Okay. Van thuisonderwijs. Nou, wat doen we hier dan nog, Henk? Dan is denk ik het gesprek hierbij af. En wachten we op een zet van de gemeente? Die moet jou een brief sturen of anders een leerplichtambtenaar op je dak. En wat doe je daarmee dan? We wachten het gewoon af. Ja. En we zien het wel of ze een procesverbaal opmaken, ja dan nee. Verwacht je nog een reactie van wethouder Bert Koops? Of zeg je van nou, mijn zaak is duidelijk? Hij heeft hem duidelijk toegezegd op de verhaaldering die we gehad hebben. Dat daar een reactie op komen zou, maar die heb ik nog niet gehad. Nou, ik kan natuurlijk pogingen in het werk stellen om deze video, die we ook zullen dan aan hem laten zien, of hij daarop wil reageren. Ja, ik wil best met hem aan de tafel zitten. Oké. Nou, we gaan het bekijken, Henk. Ik wou het hierbij laten. Ja, prima. Dus mensen, we hebben wat een tipje van de sluier opgelicht over de twee artikelen in de kranten in dit geval. Henk heeft toegelicht dat hij inderdaad een richtingserkenning heeft, of vrijstelling. De gedoogconstructie vanuit de gemeente is ingetrokken. Het zijn zijn woorden. We hebben het niet geverifieerd, maar je moet mensen kunnen geloven. Dit was RTV Actueel. Henk, jij bedankt voor je toelichting. Mensen thuis, tot een andere keer. Dag.